Welkom bij Anderhalve Meter, de zevende vlog. En ja, we hebben de stoute schoenen aangetrokken, we zijn de stad in gegaan. Dat hoor je waarschijnlijk, dat merk je, dat zie je. Maak het mee, reageer vooral en leuk dat je kijkt. Ik hoor momenteel veel vragen voorbij komen die beginnen met deze woorden. Hoe lang nog? Hoe lang nog zal het duren voordat we weer een terrasje kunnen pakken of naar Ajax kunnen gaan? Hoe lang nog zal het duren voordat ik mijn ouders weer kan bezoeken? En zo zijn er veel meer vragen. Hoe lang nog? Het is van alle tijden. En het heeft te maken met alledaagse situaties, maar je kunt je ook voorstellen dat deze woorden uitgesproken zijn in hele heftige situaties. Door slaven, de plantages. Hoe lang nog blijft dit onrecht bestaan? Door gevangenen in concentratiekampen. Hoe lang nog duurt deze duisternis? Je voelt dan de wanhoop in deze woorden. Je komt deze woorden ook tegen in de Bijbel. Midden in de Bijbel staan 150 gebeden. Ze worden psalmen genoemd. Ze zijn eerlijk en confronterend. Psalm 13 wordt gedomineerd door vier vragen aan het adres van God. Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang nog blijf ik dag en nacht verdrietig? Hoe lang nog blijven mijn vijanden sterker dan ik? Heftig, hè, deze vragen. Misschien komen ze wel heel dichtbij. De eenzaamheid, de zorgen, het verdriet dat alles overheerst, het onrecht dat woekert. Hoe vreemd het ook klinkt, ik vind het ergens een opluchting om deze vragen te lezen. Heb niet het idee dat je pas bij God welkom bent als je alles keurig op orde hebt. En als je overal een verklaring voor hebt. Blijf vooral je vragen stellen. Hoe gaat het dan verder in dat oude gebed? Dat blijft een wonderlijk iets. Ik ben iemand die graag een verklaring wil horen. En op andere plekken in de Bijbel gebeurt dat ook wel. Maar hier wordt een andere koers gevaren. Opeens staat er dit. Heer, God, ik vertrouw op uw liefde. Er wordt zo gezegd geen appel gedaan op ons verstand. Er wordt een appel gedaan op ons hart. Je wordt uitgenodigd om met vertrouwen te leven. Je wordt uitgedaagd om je vast te houden aan Gods liefde te midden van alles wat gebeurt. Gods liefde, dat is zijn nabijheid voor zoekende mensen. Gods liefde is zijn radicale vergeving voor falende mensen. Gods liefde is zijn kracht voor wanhopige mensen. Gods liefde is zijn troost voor verdrietige mensen. Gods liefde is zijn recht voor misbruikte mensen. En deze allesomvattende liefde heeft een gezicht gekregen. Jezus zelf. En met dat antwoord kan ik verder, merk ik. Met al mijn vragen richt ik de blik op hem en vertrouw ik erop dat ik er niet alleen voor sta. Dat er vergeving is. Dat er kracht en troost is. En daarom wil ik opstaan en recht brengen. Recht doen in deze wereld. En recht doen werd op 4 mei prachtig omschreven. Niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Ik wil die oude woorden tot een dagelijks gebed maken. Heer, ik vertrouw op uw liefde. En ik realiseer me dan, vertrouwen is een keuze. Natuurlijk heeft vertrouwen ook alles te maken met een groeiproces. Zo werkt dat in relaties. Maar het is ook een keuze, een positiebepaling. Niet altijd vanzelfsprekend, maar zo de moeite waard. Ik moest denken aan de woorden die ooit gevonden zijn op de muur van een concentratiekamp. Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt. Sta hier eens bij stil. Welke vragen wil jij aan God stellen? En wat weerhoudt je om met vertrouwen te leven? En wat helpt juist? Benjamin zingt nu het lied There is a Hope. Hoe lang dit nog allemaal duurt? Geen idee. Maar er is altijd hoop. Er is altijd liefde. There is a hope there.
that burns within my heart, that gives me strength for every passing day, a glimpse of glory now revealed in meager part, yet drives all doubt away. I stand in Christ with sin forgiven, and Christ in me the hope of heaven. My highest calling and my deepest joy to make His will my home. There is a hope that lifts my weary consolation strong against despair, that when the world has plunged me in the deepest pit, I find the Savior there. Through present sufferings, future's fear, He whispers in my ear, for I am safe in everlasting arms, and they will lead me home. Stands the test of time, that leaves my eyes beyond the beckoning grave, to see the matchless beauty of the day divine, when I behold His face. When suffering ceases and sorrows die, and every longing satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for I am truly home. When suffering ceases and sorrows die, and every longing satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for I am truly home. Fijn dat je gekeken hebt. Reageer. En wat we leuk zouden vinden, abonneer je op 1,5 meter. Dat kan hieronder. En tot de volgende keer.